Voor het weekjournaal van deze week voor ons Joran van Zanten. Joran, welkom weer bij DVS-TV. Het is tijd geleden. Ja, ja klopt. Een tijdje geleden. Vorig seizoen. Ja. Inderdaad. Hey, um, afgelopen zaterdag bij uh, oude clubje een uh, wedstrijdje gespeeld. hè? Ja, dat ja, was leuk. We waren uh, in het veld weinig bekenden, moet ik zeggen. Er zat er eentje op de bank waarmee ik nog had gevoetbald. En daar uh, liep nog wel een oud trainer van, me een handje geven. En uh, mijn gastouders. En... Dus dat is hartstikke leuk. Maar goed, het is wel inmiddels alweer uh, nou, drie jaar geleden. Dus je hebt er leuke herinneringen aan. Maar uh, dat is op een gegeven moment wel, uh, ja, het is wel drie jaar geleden. En dat is hartstikke leuk. Wat dacht je de eerste twintig minuten van de wedstrijd? Ik, had, ik uh, zat hier naar livestream te kijken, want ik was uh, verhinderd uh, verder. En uh, oeh, ik dacht, oh, wat hebben jullie het moeilijk? Ja, klopt. De eerste twintig minuten uh, vond ik met name de kwaliteit van, uh, van Groningen. Ik uh, ja, kwam eigenlijk niet onder de druk vandaan. Elk moment dat we de bal veroverden, waren we hem binnen drie seconden weer kwijt. Um, en kwamen ook eigenlijk moeilijk van eigen doel af. Uh, nou ja, je zag hun, uh, de beweging en we wisten eigenlijk geen raad met, uh, met, met zeg maar de buitenspelers die naar binnen kwamen en de uh, backs die er overheen vlogen. Dat ging allemaal heel snel. Uh, nou goed, na 25 minuten kwamen we iets beter in het spel. Hè, dat we iets langer de bal in de ploeg konden houden. Ja, in de rust hebben we daar nog over gehad van, nou, uh, dat we iets meer door moesten dekken. Uh, en daar, op die manier kwamen we ook tweede helft meer in de duels. en Toen zag je ook dat het beter ging. Ja, Duidelijk beter. En dan kom je met 2-1 voor. En toen kwam een, een moment waarvan ik dacht: hé, hey, dit is volgens mij geen pingel. Ja, je bedoelt het 2-2. Ja, nou kijk, ik vond het persoonlijk ook geen penalty. Uh, ik ik uh, raakte gewoon vol de bal. Um, alleen ja, goed, je weet dat net daarvoor heeft de scheidsrechter ook een penalty in ons gegeven. Uh, die, ja, die ook vrij makkelijk ging. Um, en ja, je kan zeggen dat ik gewoon mee moet blijven lopen en uh, moet hopen dat ik hem op die manier kan blokken. Nou, ja, dat, dat weet ik dan niet of ik hem dan had gehaald. Uh, ja, ik dacht net gewoon een sliding op de bal uh, een schot op doel te kunnen voorkomen. Het echt zacht anders, ja. Geval van heel erg jammer, want het was toch een uh, ja, behoorlijke wedstrijd. Ja, ja, zeker als je kwartier voor tijd weer, als je twee in voor staat. Dan uh, heb je gewoon goede hoop dat je met drie punten daar weg kan. Ja, en dan uiteindelijk ook nog die 3-2 dan... Uh, ja, is heel zuur. Nu even wat anders. Um, je bent momenteel uh, voor uh, je stage, voor je masteropleiding bezig. Uh, met een uh, volgens mij heel leuk baantje. Ja, superleuk. Uh, dat is voor mijn opleiding sportwetenschappen. In, uh, dat doe ik in Amsterdam. En ik heb nu een stageplek in, uh, in Rotterdam, bij Feyenoord. Uh, bij het eerste elftal. Dus, uh, en als performance analyst noem je dat dan. Uh, nou, dagelijks ben ik bezig met het monitoren van de trainingen, het analyseren van die data. Uh, de koppeling maken met wedstrijden, wat daarin wordt gevraagd. En wat je dan zeg maar, op trainen uh, moet laten zien om die wedstrijden zeg maar, uh, tot een goed einde te kunnen brengen. En ja, werken met die data en uh, daarover nadenken. Sowieso überhaupt nadenken over het voetbalspelletje, dat vind ik hartstikke leuk en dat ligt me wel. Dus, uh, ja, super. Probeer het eens uit te leggen in, in hele gewone uh, taal, weet je wel, zonder data en, en dat soort dingen. Maar gewoon aan, aan de mensen wat, wat, ja, wat precies de reden is van, van zo'n. Zo'n baantje bij Feyenoord? Uh, de reden. Nou goed, je, uiteindelijk probeer je uh, de trainers een beeld te geven van de, de, de belasting die, die de spelers uh, meemaken tijdens een training. De belastbaarheid, dus hoe, in welke maat ze belastbaar zijn. Uh, nou, ze werken daar met een systeem, emotio heet dat. Daarmee kun je afstanden, uh, die, die spelers dragen dan een hesje, een soort van GPS-signaal, en daarmee kun je uh, heel nauwkeurig uh, positie meten. En uh, snelheden en versnellingen. En op basis daarvan kun je iets zeggen van hoe zwaar nou een training is voor een, voor een speler. Um, nou goed, en daarmee hoop je natuurlijk uh, blessures te voorkomen. de juiste fitheid, uh, dat de spelers goed fit zijn, zeg maar. En dat is uiteindelijk het doel ervan. En uh, toen kwamen de blessures uh, langs. Ja. <laughs> ja, dat zijn er een hoop geweest. Dus uh, goed, ze hebben ook een heel druk speelschema. En uh, niet de minste ploegen natuurlijk. Dus uh, ja, maar dat is heel leuk om mee te maken. Je zit er heel dicht bovenop. Uh, ik zit heel dicht bij het eerste elftal. Dus uh, ja, ik kijk me hoog uit. Ja, precies. Hey, um, nou, weer even over uh, DVS uh, aanstaande zaterdag, Scheveningen, bekende tegenstander natuurlijk. Hè? Ja. ja, absoluut. Op zich wel uh, op zich al goede ervaring mee. Zeg maar. We spelen altijd wel goede wedstrijden tegen hun. Uh, maar goed, uh, elk jaar is weer anders. En uh, ja, wat je zegt, een hele ervaren ploeg uh, leeftijd in, in die ploeg. Uh, maar goed, wij moeten gewoon uitgaan van de eigen kwaliteit. En dan uh, wij moeten hier gewoon thuis winnen. Nu gewoon weer een aantrekkelijke pot. Want we hebben vijf aantrekkelijke potten gehad ja. uh, in mijn ogen. Eén wat minder uh, tegen Odin uh, uit. Dat lag ook een beetje aan het veld, vind ik zelf. Maar vijf aantrekkelijke potten. En uh, daarvan uh, drie verloren. Nu. Ja. <laughs> Zaterdag moet hij winnen, gew gewonnen worden. Ja, dan maakt het voor mij even niet uit of het nou mooi of lelijk is. Wij moeten nu gewoon even drie punten pakken. Okay. Wensen we wensen je veel succes mee met de voorbereiding ook. Dank je wel.